DVS is leuk dat jullie kijken. Ik zit hier samen met Ton Roskam, voorzitter van de Business Club. We hebben een paar weken geleden hebben we ook afgesproken om even een update te geven over de stand van zaken. Hoe de Business Club in deze coronatijd hoe het gaat en wat voor aanpassingen er wellicht gedaan worden richting de start van de competitie. Ton, dat wil ik graag weer even doen, dus goed dat je er bent. Kun je ons even meenemen in wat er eigenlijk de afgelopen weken allemaal besproken is en waar staan we nu met de Business Club? Ja, we hadden best een uitdaging natuurlijk in juni toen we elkaar spraken. Want in de Business Club, onze huidige JBBL, kunnen we max 30 mensen ontvangen. Dus 30 sponsors, terwijl we normaal gesproken met 100 mensen er zitten. Dus we moesten wat mee aan. Op dat moment wisten we ook niet of er met publiek of zonder publiek gevoetbald zou moeten worden. Dus er lagen best een paar uitdagingen. Vervolgens hebben we als bestuur gezegd, we gaan een aantal scenario's ontwikkelen. Zodat we 5 scenario's op de plank hebben liggen, waarmee we uiteindelijk richting de start van het seizoen de juiste keuze kunnen maken. Ja. Nou, dat is ook gebeurd. Daar hebben we echt een aantal avonden over gebrainstormd met elkaar. En het feit dat we hier nu zitten, tegen de achterkant van het veld aan, dat geeft al wat aan en ja. Ik zal het gelijk maar verklappen. We hebben als bestuur van de week vergaderd en met elkaar besloten om er een mooie grote tent neer te zetten. Okay. En die gaat hier achterkomen. Dus dat betekent dat we een eigen entourage hebben. En bestuurslid Bonnie Woperijs die benoemde dat ook als de BDS, of de DVS Business Club Boulevard. Nou, en zo zal die in de komende jaren te leven gaan. Daadwerkelijke... Okay. Ja. Nou, je ziet al duidelijk op de tribune dat de plekken zijn afgezet. Dus op de tribune is er niet zoveel plek. Maar hoe gaat het hier dan op die boulevard eruit zien? Wat is het idee ervan? Nou, de bedoeling is dat we onze sponsors bij alle thuiswedstrijden op een aangename manier willen ontvangen. En het liefst zoveel mogelijk in de sfeer zoals ze dat van ons gewend zijn. Dat betekent dat we een overleg met het bestuur van de vereniging ervoor hebben gekozen om een echte business boulevard in te richten. En dat houdt in dat ruwweg, de hoogte hier van de hoek van het veld, zal er een afkadering gaan komen. Dat gaat ook gebeuren op een gedeelte van de tribune. En alles wat hier tussenin ligt, dus de korte zijde plus het gedeelte, laten we het noemen staantribune, achter ons, dat is beschikbaar voor de sponsors. En dan hopen we ze voor de wedstrijd te kunnen ontvangen in de pauze en ook na afloop voor de derde helft. Ja. Zoals we dat gewend zijn in de Jobbakken Business Class. Ja, want de eerste thuiswedstrijd is volgens mij 12 september. Klopt. Moeten leden van de Business Club zich dan aanmelden? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, dat zijn wel hele belangrijke zaken. We hebben te maken met de richtlijnen van het RIVM. Mm-hmm. We hebben te maken met de richtlijnen hier van de gemeente. KVB die ook nog wat zaken heeft uitgevaardigd. Dus daar moeten we allemaal wel rekening mee houden. We hebben in de tussentijd uitvoerig contact gehad met de gemeente Ermelo. Mm-hmm. We hebben onze plannen kenbaar gemaakt en daar hebben we akkoord op gekregen. Dus dat was een belangrijke stap in het geheel. En vervolgens gaan we een aantal zaken formaliseren. En dat klinkt een beetje streng en dat is misschien een beetje vervelend. Maar om even een voorbeeld te noemen. We gaan parkeren aan de Groevenbeekzijde. Mm-hmm. Plus het Prozon-terrein. Ja. Kunnen de sponsors via het terrein van Groevenbeek hier binnenkomen. En dan worden ze net voor de tribune rechts afgeleid. Daar staat al een controle en een beveiliging. En kunnen ze hier naar de Business Boulevard toe lopen. Is er dan helemaal geen plek meer voor mensen op de tribune? Of mag een gedeelte daar nog plaatsnemen? Ja, een gedeelte is dus voor de sponsors van de Business Club. En dan denken we met name aan mensen die wat moeilijker te been zijn. Ja. Daar zullen we op een goede manier mee om moeten gaan. Maar wel met restrictie van de bekende anderhalve meter. Ja. En hoe gaat het dan in de rust? Als er bijvoorbeeld een hapje of een drankje na de wedstrijd. Dat gaat allemaal hier gebeuren. Ja. En wat gebeurt er met de locaties daar zo? Dat is een hele goede. Ja. We hebben uiteraard uitvoerig overleg gehad met het bestuur van de vereniging. Die hebben evenzeer te maken met de richtlijnen van het RIVM en de beperkingen in het clubhuis en op het terras daarvoor. Dus we hebben gezegd, we laten de Business Club en de bestuurskamer helemaal aan de vereniging. Okay. En waarschijnlijk, maar daar zal de vereniging nog wel op terugkomen, zullen ze dat gaan benutten zoals ze dat nu eigenlijk ook doen.
voor het arbitrale trio, voor het bestuur van de bezoekende vereniging, voor de pers en zo zijn er nog wat mensen. Ja. Dan hebben die met elkaar de beschikking over die hele bovenruimte en is dat ook binnen de normen keurig ingevuld. Dus even concluderend, de mensen van de Business Club moeten zich straks aanmelden, gaan hier zo achter plaatsnemen en ook misschien een beetje aan de zijkant, hè, door een afscheiding geplaatst en een mooie tent. Ja. En in die tent, wat, hebben jullie daar al ideeën over hoe dat... Ja, dat gaan we natuurlijk aankleden. Uh-huh. En met de mooie evenementencommissie waar Bonnie leiding aangeeft, weet je hoe dat gaat. Dus ga er maar vanuit dat 12 september, als we de eerste thuiswedstrijd tegen Excelsior 31 hebben, dat dat op een goede, gezellige en verantwoorde manier is ingevuld. Want dat hopen wij wel, dat alle sponsors in die zin ook hun verantwoording nemen en zich houden aan die richtlijnen. Want de gemeente zal ongetwijfeld zicht houden op, en we weten hoe het werkt, neem je die regels niet in acht, dan komt het wel eens heel gauw afgelopen zijn. Ja. Ja. En dat willen we juist voorkomen. Ja, ze zijn zo lekker aan het trainen nu en we hebben er allemaal weer zin in. Dus het is fantastisch om straks hier de mensen weer te mogen ontvangen. Dat is natuurlijk geweldig wat dat betreft. We gaan er overigens vanuit, en dan kan het alleen maar meevallen, we gaan er vanuit met de wetenschap die we nu hebben, dat we het hele seizoen in de tent zullen bivakkeren. Ja. En dat moet je dan theoretisch invullen. Nou, dat zou kunnen zijn tot en met de na-competitie rekening. Ja. Dus dat is de max tijd, zoals we daar nu tegenaan kijken. Ja. Maar we hopen dat het... Dus de haringen gaan diep de grond in en we gaan voorlopig mooi... Zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn om te weten qua communicatie voor onze sponsoren? Ja, de bedoeling is dat we zeer spoedig een nieuwsbrief eruit zullen gaan doen. Dat zal frequent opgevolgd worden richting 12 september met een aantal andere nieuwsbrieven. Waarin we alle informatie gaan verstrekken. Ja. Want met name ook de procedure van aanlevering, van aanmelding, daar zijn we nu wel over bezig. Maar hoe die exact eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Maar het zou goed kunnen zijn dat men moet zich registreren, dat ze een ticket krijgen. En die ticket plus de Business Club card is dan bewijs van entree. Ja. Maar dat wordt allemaal in de komende weken nog keurig toegelicht. Zijn jullie weer op de hoogte, denk ik, namens de voorzitter en namens iedereen hier in DVS. Graag tot 12 september en we hopen op een mooi seizoen. Dus tot gauw.